Ja, ja, hier is Fischie weer en ik ben hier samen met Remco. En dit is wedstrijd van de week. Voor Ajax is het elke wedstrijd wel een wedstrijd van de week. Ik denk dat de mensen op zich gewoon balen ook. Want kijk, als het goed gaat met Ajax, gaat het alleen maar over Ajax. Nu gaat het slecht met Ajax, gaat het ook alleen maar over Ajax. Ja, dat is wel zo. En trouwens, wij konden echt niet een andere leuke wedstrijd bedenken. We willen ook weer wedstrijden liever op de zondag uploaden, snap je? Dus dat is gewoon voetbal. Plus is gewoon een leuke fiche, toch? Ajax-Heerenveen is altijd... Op zich wel. En Ajax-Heerenveen was nooit echt een heel groot probleem voor Ajax. Het was meestal uit dat het lastiger was. Ja. een raar seizoen. We weten niet de uitslag van Vondam. Maar we weten dat Ajax sowieso nog ergens in de onderste regio. Wat zouden ze doen als nou Ajax van Volendam verliest en van Heerenveen? Niks. Want je gaat van mij, wat ik heb gehoord, is dat sowieso van het schip sowieso blijft. Maar ik denk dat we dan wel. Want er zijn nog steeds mensen van de Raad van Commissaris die nog steeds zitten. Hè? Zoals die Maurice Hendricks of Maurits. Ja. Die vind ik eigenlijk die ook weg moet. Die heeft die technisch directeur aangesteld en zo. Dus ik kwam met zijn koken. Hij moet ook nu gewoon zeggen van jongens, ik heb het verkeerd aangepakt. Ik de eer aan mezelf. En ik ga iets anders zoeken. Maar het probleem is dat iedereen wil een beetje ontslagen worden. Hè? Want het scheelt heel veel geld, hè? Maar ook, het kost ook heel veel geld natuurlijk, mensen ontslaan. Ja, ik hoorde trouwens wel dat Mitteltad, weet ik hoe die heet, hoe die uitspreekt. Maar in ieder geval, die gast, die heeft echt ook al die spelers gewoon 5 jaar contract gegeven. Ja. En niet voor de minste prijs, want voor mij was de 16 miljoen. Voor mij was dat die Mikatats of zo. Ja. En die mag niet eens spelen, die heeft nog geen wedstrijd normaal op zijn eigen positie gespeeld. Ik dacht, ja, kom op, hé. Hij was ook geïnteresseerd. Maar als Brobby, zeg maar... Ik weet niet wat tegen Volendam heeft gedaan, maar tegen PSV heeft hij heel veel kansen weer om zeep geholpen. Mikatats heeft bij Georgië best veel gescoord. Hij scoort aan de lopende band, overal behalve bij Ajax geeft hem ook dan een keer kans in de spits. Nou, wat gaat het worden, jongen? Um, 1-1. Ik had ook een gelijkspel in mijn hoofd, maar ik had echt serieus... Nou, zeg jij dan 3-3. Maar 1-1? 3-3. En dan zeg ik wel klein of vind ik Ajax. 1-0. Oké. Okay. Ik zeg 3-3. Ik zeg 3-2 ook echt... zegt trouwens. Wat dan? 3-2. Doelpunten. Doelpunten tegen, maar je had er wel een paar meteen. Ja, maar plus, we mogen ook een keer doelpunten maken. We hebben er ook maar onder de 10 bijna. Nee, we hebben wel gescoord. Dat toch tegen Utrecht 3, PSV 2. Dat is wel. Maar je krijgt ook 5 en 4 tegen. Ja. Dat is echt, bro. Je scoort af en toe wel goed, maar dan krijg je ook net zoveel weer tegen. Dat is echt heel slecht. Ja. Opa Huis, we gaan het zien, jongens. Hier is de wedstrijd. Oh, beste kijkers. Nou, hier ronde nieuwe kansen. Een fraaie dag naast de Amsterdamse Bijlmer, waar we alvast een plekje hebben opgezocht. Helemaal bovenin de Johan Cruijff Arena, wachtend op de aftrap hier. Hoe het nu weer gaat, ook. Ook weer een verrassing hoe het nu weer speelt. Zit Jeroen Guter. We hebben veel zin in deze wedstrijd. Hopelijk. De bal die ik afgeef, die is alweer AIDS, zag ik alweer. Tegen Heerenveen. Dag Siert. Ik weet niks. Dag kijkers. Nee. Welkom hier in het stadion. Wat traag! Ik kan me voorstellen dat ze... Ik vind dat de mannetjes gewoon ook traag reageren. Ze zullen zich daar overheen moeten zetten, want... Zo. Oh, dit is wel een overwinning wel. Hé? Eens recht. Waar horen ze engelen zingen? Vandaag stuurt ik telde hem. Nou, keeper. De doelman komt er toch nog aan. Oh, mooie bal. En we krijgen een hoekschop. Hoekschop komt voor. Nee, die corner zeilt recht in de handen van de keeper. Nemo ook. Hoe vaak gebeurt het nou in FIFA of EAFC? Kut, Robby. Robby. Daar verspeelt hij de bal. Pak de bal en begint aan. Nou, hij speelt het wel snel. Echt, er komt geen lantaarnbouw voorbij, maar... Godverdomme, ja! Aterkaas. Nog steeds aan het dribbelen, op weg naar het doel. Schot gelost. Die bal gaat naast, maar wel goed geschoten, zeg.
Steven Bergwijn. Heerenveen. Ah, Bergwijn verliest ook altijd de bal. Ook realistisch. Gevaarlijke steekbal. Zo! Wat een redding. Ook lekker schoon, maar die redding is toch ook een schoon. Steven Berghuis neemt ook zo. Dat doe ik Noppert, hè. Dat was ik vergeten. Noppert. Ja. Dat vind ik niet het beste seizoen tot nu toe. Klote stadion, Spico. Osso. Komt er een doelpunt aan? Prima gered, die bal. Die redding is ook goed aan. Hoekschop in het centrum geplaatst. Uitstekend opgelost. Met die drukte op zich heen. Ja hoor, maar dan gaat hij achter jou hangen en dan gaat hij zeg maar dat duel niet aan, want dan loopt hij gewoon door. Voorzet in het 16 meter gebied. Maar als je die bal zo richting de keeper speelt, ja, dan kan hij natuurlijk eenvoudig redden. De vierde official geeft aan, 1 minuut extra speeltijd. Nog steeds met de bal aan de voet. Daar. Vrije trap op een lekkere plek. Om hem meteen op doel te schieten. Oh, gewoon overtreding is het nu ook, ja. Een beetje. Ja. Gewoon veelbelovende aanval. Ik ga gewoon een keer pasen. Nee, ik heb nog eens geel. Ik krijg helemaal niks. Mensen gewoon waarschijnlijk. Zo, de KRS afgeleiden. Dat is zoveel pech. Knallen maar. Daar fluit de scheidsrechter voor de rust. En we gaan weer verder. De aftrap voor de tweede helft. Eens kijken wie de voorsprong hier gaat pakken. Goh, déjà vu weer. Niet veel mijn spelers mee laten lopen, zeg zo. Hij speelt hem slim. Jammer dat die bal net naast gaat. Dat is heel slecht. Er ligt een counter op de loer. De verdedigers schakelen niet snel. Oh, wat is wat via mij ook nog? Ja, via jou, ja. Kom steeds iets verder. Maar heb ik nog een spits of niet? De bal gaat richting medespelers in het centrum. Hij legt hem. Ah. Ah. Heerenveen mag hem gaan ingooien. Hij tikt hem over de lat en strafschop. En daarmee verdwijnt hij gelijk de stad van licht van school. Nee, lekker. Nee, dat meen je niet. Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik word er wel een beetje moe van. Hoor. Ik heb echt voor niks nu een penalty tegen. Echt, het slaat echt helemaal nergens op. Maar, nou, ik word helemaal gek hiervan. Echt waar, serieus. Ik snap hier echt helemaal niets van. Hij zit er nog in. Paneel. Wat deed ik nou? Ik deed helemaal niks. Blijkbaar had je, waarschijnlijk had je die tackle ingezet. En op welk schoot, zeg maar, nee, gaat die tackle niet maken. Ik deed helemaal niks. Panenka, zo noemen we, zo lop je het doel in van 11 meter. Naamgever, Antonin Panenka. Die deed dat in 1976 in de finale van het EK tegen Duitsland. Wat? Ja, zei je nou, als je mislukt, dan ben je een poeper of zo, leek het. Hij zei over de finale in de WK of zo. Op steeds meer naar voren. Naar binnen getrokken. Dat loopt goed af met die ingreep. Dat is niet slecht. Pavel, nog Niemic. Hoge druk ook. Ja, dat is knap. Goed gepakt die bal. De toeschouwers zitten te wachten op de schot. Nou! En ze krijgen steun van de mensen op de tribunes om uit deze situatie de gelijkmaker te produceren. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Daar komt de hoekschop van Steven Berghuis. Daar komt een tegenstander tussen. Daar gaan we de corner counters. Nee, wordt je tegengehouden, speler. Een beetje... Oh. Nou, ik ben het helemaal geniet. Meer positie om de bal te heroveren. Nee, dit is een parodie op een schot. Oh, dat is niet zo'n kruis. Hard, dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Voordeel voor de Friese. Wat gaat hij nu doen?
Nee. Oh nee! Die komt op een strafschop te staan. En dat zou wel eens de genadeklap kunnen betekenen. En voor de overtreding wordt geel gegeven. Ja, ik denk dat het in dit geval wel een terechte beslissing is. Hij verzaakt niet en benut de strafschop. Ik heb hem nog geen kans gecreëerd, hoor. Hier hoeven we weinig woorden aan vuil te maken. Goed binnengeschoten. Moet eigenlijk een keer laag keer doen. Maar automaat ga je toch hoog in de hoek komen. Maar toch, elke penalty heeft een risicofactor. Jongen, waarom is het berg niet van de bal af te krijgen ook? Goede rugdekking voorkomt grote problemen. Nee, maar tot. Einde wedstrijd. Door een tegenvallend resultaat vandaag. En je voelt gewoon dat hun vertrouwen. Wat is donker in mijn beeld. Als sneeuw voor de zon. Gevaarlijke steekbal. Ik zeg al, soms doen ze ook gewoon dingen dat je denkt, nou, ik verwacht al niet dat het gewoon achteruit eens dat stinken. Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon. Dus aan de ene kant zeg maar, zullen we het realistisch maken, maar aan de andere kant is het zo onrealistisch als fuck, zeg maar. Ja, het is onrealistisch geworden, vind ik de game. Maar ja, dat zal wel. Ja, dat was hem weer, jongens. 0-2. Ja, het kan gebeuren natuurlijk. Ja, dan. Je hebt. gaar rapen, die zijn nu helemaal gaar, zeg maar toch? Ja. Thuis moet je alles winnen. Dat, Ja. We gaan het zien, man. 0-2. Ik hoop het niet natuurlijk. Maar ja, laat je vullingen van achter bij de comments. Like even de video. En een hele fijne wedstrijd. Bye bye.